Zo, daar ben ik weer. Mijn naam is Grace Benares en zoals beloofd heb ik weer een filmpje geüpload over Ellen en Theo Bots, meester Bots, die 11 jaar geleden vertrokken naar Frankrijk. Ik heb hem geïnterviewd en luister en kijk maar. En laat even weten wat je ervan vindt. Wie wil er nou niet als God in Frankrijk wonen? In het kort, ik kwam hier al met de kinderen op vakantie op een camping. En toen had ik het gevoel dat in deze streek hoor ik thuis. Het is alsof ik hier had geboren moeten worden. Okay. Zo voelde het. Theo ging ook mee. En die had eigenlijk hetzelfde gevoel. Toch? Niet vanaf geboren worden. Want je moet altijd een beetje in de buurt van Amsterdam blijven natuurlijk. Maar ik had wel ook echt gevoel voor deze streek. Okay. Wat gaf de doorslag? Nou, we hebben eerst even rondgekeken wat het... duidelijk was dat we natuurlijk een bron van inkomsten moesten hebben. En Ellen moest die werk zoeken. En toen zijn we gewoon gaan bekijken wat is het aanbod hier op het gebied van verhuur. En hebben we een lijstje met wensen gemaakt en zijn we uiteindelijk bij dit huis uitgekomen. Want een van de wensen op het lijstje was wel, we wilden ons onderscheiden van alle sites die er zijn. Dus wij wilden ze groot, ruim en rustig opzetten. En het moest dicht bij een dorp zijn. Het dorp moet op loopafstand zijn, het moet goed te bereiken zijn. Moet een zwembad bij zijn. En er moet een zwembad bij zijn. Okay, hoe heet het dorp? Dit dorp heet Saillant. En iedereen zegt Saillants. Ja. Het allerleukste is een brief schrijven naar je werkgever en zeggen, ik kom volgende maand niet meer. Het was leuk, na 17 jaar. Tabé. Zo. Ja. En voor jou? Ja, voor mij hetzelfde. Er is niks zo leuk als een brief schrijven met, als dat ik niet meer kom naar de kerst. Nou, vanaf dat we hier kwamen, hebben we eerst alles op moeten ruimen. Dat heeft een maand geduurd. Zoveel rommel lag er nog in het huis. Toen hebben we 4 maanden verbouwd. En toen zijn we al een gedeelte hebben aangeboden via internet voor de verhuur. En het restant van de verbouwing hebben we in de 2 jaar daarna gedaan. Zodat alles klaar was en ook mogelijk was om alles te verhuren. En hoe was het toen jullie de eerste gasten kregen? Nou ja, dat was... hoe was dat? Eng eigenlijk. Ja. Want we hadden er natuurlijk wel heel goed over nagedacht. Hoe moet het eruit zien? Wat bieden we aan? Enzovoort. En dan zet je het op internet en dan is het eigenlijk heel raar dat er ook opeens allerlei mensen bij jou willen boeken. Dus nou ja, dat hebben ze dan gedaan. En wij weten nog heel goed, de allereerste die kwamen, dat waren mensen die al heel lang niet op vakantie waren geweest met een hele sleep kinderen. Want het is vooral ingericht voor gezinnen. En die zeiden van, het lijkt hier wel een kasteel. Ja, nou lijkt het totaal niet op een kasteel, maar het ging erom, mensen waren zo erg enthousiast. Ja. En toen dachten we, daar doen we het voor. Ja. We selecteren mensen niet. En soms kun je ze redelijk inschatten. En soms ook helemaal niet. Maar wat we wel veel hebben, zijn mensen die weer terugkomen. Dus dat is gewoon heel gezellig. Die ken je goed. Die hebben het naar hun zin. We hebben zelfs 1 stel gehad. Dat is best wel leuk om even te vertellen. Later zagen we hun zoon een keer hier in het dorp. En die vertelde, papa en mama komen niet meer. Want die vonden het zo vervelend dat er ook andere mensen in zijn zwembad waren. Dus hij voelde zich zo thuis. Het werd te eigen. Dat hij geen anderen meer dulde eigenlijk. Dus vandaar dat ze niet meer komen. En voor de rest hebben wij eigenlijk geen verwachtingen ten aanzien van hoe gasten zijn. Nee. Dat zien we wel. Hoe ziet jouw dag eruit? Hoe ziet mijn dag eruit? Nou ja, die begint eigenlijk altijd met de zorg voor het zwembad. Want het zwembad moet altijd erg veel aan gebeuren. En hoe meer gasten je hebt, hoe meer er aan moet gebeuren. Dus daar ben ik meestal 's ochtends mee bezig. En dan ben ik er voor de gasten om een beetje met ze te praten en wegwijs te maken en dat soort dingen. En wanneer Ellen in de bakkerswinkel staat op zondagochtend, dan staat Theo in zijn eigen bric-à-brac winkel. Elke zondag open. Hè, want hoeveel sites hebben jullie hier? We hebben er 3
in het hoogseizoen en twee in het voor- en naseizoen. Oké, okay. En als men hier zou willen logeren of zou willen boeken, waar nou, dan kun je het beste even contact opnemen via het contactformulier op onze eigen website. En dat is www.delamuur.com. Daar vind je alles wat je zou moeten weten. Of op onze Facebookpagina. En dat staat ook onder L'Ermitage de la Mur. En via mijn eigen Facebookpagina Ellen Hardeman Bots kom je er ook wel achter. Of via Grace. Of via Grace. Want dat is die benoemen wij vanaf nu. Het is een primeur voor uw kijkers. Grace is vanaf dit moment onze ambassadeur. Dus u kunt via Grace kunt u zeker contact met ons opnemen. Bij deze afgesproken. Komen jullie, want het is hier heerlijk toeven. Je kan hier fietsen, zwemmen, kanoën. Abseilen. En met Doortje knuffelen. Zweefvliegen. En met Doortje knuffelen, ja. Nou, even pauze. We hebben net gepicknickt aan een beekje onder de brug. En ja, Bets, die voelt zich weer een jonge jongen. Hij zei, ik gooide vroeger altijd stenen in de rivier. Maar ja, dit is maar een klein beekje, hè.